echt een aanfluiting. Het was oorspronkelijk een gebouw van Modisima. Dat was een winkel van Faas Wilkes. Een van de bekendste Rotterdamse voetballers die toen hij stopte met voetballen iets moest doen met zijn geld. En die begon daar een modewinkel. Toen het gebouwd werd was het een prachtig marmeren gebouwtje. Donker marmer aan de buitenkant. Het zag er heel smaakvol uit. En dat past dan ook in het idee dat de Coolsingel een eerste klas winkelstraat moest zijn. Ja, uiteindelijk is Faas Wilkes een keer overleden en de zaak is overgegaan in andere handen en nu hebben ze er dit van gemaakt. Nou, wat het voorstelt weet ik niet, maar chique is het in ieder geval niet en eerste klas is het zeker ook niet. Leuk misschien wel, maar mooi ook zeker niet.